Yo, what up mensen, welkom terug bij deze nieuwe video. Mijn naam is Jack en vandaag gaan we het hebben over wat wordt er van je verwacht op het moment dat je vrachtwagenchauffeur bent. Heel veel mensen maken een carrière switch voor als de mensen die kijken mij nog niet kennen. Ik ben een YouTuber, Jack Amando, en ik leer mensen vrachtwagen rijden. Ik doe dit beroep al op de vrachtwagen. Bijna 3 jaar. In de volledige transportwereld ben ik langer dan 5 jaar bekend. Dus ja, ik heb hier en daar wel wat koek ervan gegeten. Zowel ADR als gewoon standaard transport. Vrijwel alles. Dus ik heb enigszins wel veel verstand van waar ik het over heb. Dus wat wordt er van je verwacht? Ten eerste wordt er verwacht van je dat je niet een 9 tot 5 mentaliteit hebt. Omdat een 9 tot 5 baantje in de transport, het bestaat. Hè, want het is een hele grote doelgroep waar ik nu over praat. En ja, je kan ze gek maken als je wil. Het bestaat, ja. Maar ga er maar niet van uit. Want meestal maak je gewoon minimaal 10 uur per dag. Tot hoogschietend 15 uur maximaal per dag. Dus ja, daar moet je wel even over nadenken. Daarbij komt dat je natuurlijk helemaal niemand om je heen hebt. Heerlijk toch? Je kan lekker je eigen muziek luisteren en niemand die kan aan je kop zeuren. Maar daarbij komt ook een hele grote verantwoordelijkheid. Want op het moment dat jij dus 1 fout maakt, dan heb je dus inderdaad het gezeik dat je dus ook echt hangt. Omdat jij bent verantwoordelijk voor alles. Ben je een papiertje kwijtgeraakt? Jouw fout. Word je aangehouden, ben je te zwaar beladen? Jouw fout. Is jouw wagen niet in orde? Jouw fout. Ja, maar Jack, dat zijn toch allemaal niet mijn dingen? Nee, maar wat de politie ook zegt, jij rijdt, is jouw fout dus. En dan kan je lang verhaal, kort verhaal, maar dat is hoe het is. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Rij jij met een foute CMR waar niet goed alles op staat? Jouw fout. En jij krijgt die boete. En voor de rest moet je hem gewoon betalen. En ik kan je zeggen, de transportboetes zijn duur. €500 is goedkoop, kan ik je vertellen. Dus dat gezegd te hebben, zou ik het mensen aanraden om het transport in te gaan. Ja, ik zou het mensen aanraden om het transport in te gaan. Maar ten eerste is het echt een droombaan. Als jouw passie rijden is of je vindt het leuk om te rijden, dan is er een grote kans dat je transport leuk gaat vinden. Want je doet de hele dag niks anders dan. Het is niet hard denken, het is alleen goed plannen en ja, wel nadenken. Maar bijvoorbeeld bij de klant of zo, het is heel makkelijk. Hé, kom dit laden, kom dit lossen, bakje koffie drinken, zus en zo, klaar. Je bent easy as that. Het probleem is dan wel inderdaad dat je dus heel goed alles moet plannen. Want als je te laat komt bij een klant, jouw fout. Rij je over je tijden heen, jouw fout. En daarom leg ik het ook allemaal mensen zo goed mogelijk en zorgvuldig uit. Omdat het nogal wel wat is, het transport. Ik zeg niet dat het moeilijk is, maar je moet wel even goed rekening houden met wat je precies verwacht van transport. Ja, het is rijden, maar het is niet alleen rijden van klant naar A en B, ben klaar. Nee, want je mag 9 uur rijden per week. 2 dagen in de week mag je 10 uur rijden per week. Dat houdt ook in dat als je dus bijvoorbeeld 3 dagen 10 uur rijdt, dan maak je een overtreding. En die is 28 dagen lang terug te vinden op jouw. En als je dus 27 dagen later wordt aangehouden en dan je hebt een vervelende agent, dan krijg je nog steeds die bekeuring. Dus ja, er komt wel iets meer bij kijken. En natuurlijk heb je bijvoorbeeld nu ook, hè, ik sta in een file. Het is de stormdag in Nederland. En ik sta in de file. Ik denk dat ik vandaag 50 minuten in de file heb gestaan. En ik ben pas over een uur / anderhalf uur ben ik in Amsterdam bij mijn bestemming. En ik heb al gezien, met de tijden uitgerekend, dat ik het niet ga redden tot de volgende klant. En dat is ook jouw verantwoordelijkheid, dat je dat dus zelf uitrekent. Dat je dus nu al jouw planning belt en zegt, hé, ik ga het niet redden. Ik heb de hele tijd in file gestaan. Ik ga het gewoon niet redden om op tijd bij de volgende klant te zijn. Wat je dan krijgt is,
Oh, oké. Nou ja, kan je niks aan doen. Ik bel ze wel. We verlaten die rit een beetje. Of we vragen of ze wat langer willen blijven. Iets in die richting. Maar stel, jij belt dus niet. En jij doet lekker traag aan en je rijdt te laat weg bij je nieuwe klant. Of ze zijn al dicht en je belt dan de planning. Ja, dan heb je hem hangen natuurlijk. Want dan zeggen ze, ja, maar ja, wat heb je gedaan dan? Ja, ik heb in de file gestaan. Ja, dan moet je bellen. Nou, wat gezeik met die klant, hè? En weer een chagrijnig klant door jou. Want natuurlijk, chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf. Hun weten niet hoe jouw rit gaat. Kan je wel zeggen, ja, tuurlijk, ze kunnen je tracken en tracen. Maar even, hè? De chauffeur heeft een hele grote eigen verantwoordelijkheid op veel vlakken. Waar ga je pauze houden? Kan je pauze houden? En nog zoveel meer. En daarom leer ik het ook mensen aan, zodat je niet als mij in het begin heel veel boetes maakt. Zoals op foute plekken pauze houden, over de grens gaan zonder tolkastjes. En ik kan me herinneren, de eerste 2 weken dat ik zelf reed, althans iets langer reed. Ik reed voor mij een half jaartje voor mezelf, over 3 maanden voor een bedrijf in loondienst uiteraard. En toen heb ik €1300 boete gereden. En dat waren 3 boetes binnen 2 weken tijd. Puur om het feit omdat ik te weinig informatie had dat ik niet snapte hoe dat zat. Of überhaupt wist hoe dat zat. Dus ja, dat is wel belangrijk dat je natuurlijk snapt wat je moet doen en wat voor regels eraan hangen. Voor de rest is het vak gewoon heel makkelijk. En je rijdt een beetje en je stuurt een beetje. En ja, als je het eenmaal kan, dan kan je het. En kan je het niet, dan kan je het niet. In principe, we hebben momenteel een chauffeurstekort, dus ik ga tegen niemand zeggen van hey, ik zal geen chauffeur worden. Puur om het feit dat het een mooi vak is en ik zou dat advies zeker niet volgen als iemand tegen je zegt van hey, word geen chauffeur, want dat is gewoon... Hè, ik zeg altijd, het is een mooi vangnet. Stel ik ga de IT in, zeg maar wat, en de IT lukt mij niet. Ik kan altijd teruggaan te vrachtwagen. Waarom? Zoeken altijd mensen. Ik zie chauffeurs dat ik denk, oei! Dat is niet heel handig dat je zo'n chauffeur aanneemt. Maar ze rijden wel en ze worden ook betaald ook. Omdat de chauffeurs tekort is, het maakt ze niet uit wat voor poppetje in het auto zit, zolang het maar rijdt. En het komt voornamelijk door het chauffeurs tekort. Maar ja, wil jij toch kijken of vrachtwagenchauffeur rijden iets voor jou is? Er zijn talloze mensen die door mij op het idee zijn gekomen of hebben besloten van hey, die Jack zegt wel wat handigs, misschien moet ik het toch maar een keer proberen. Of misschien mensen die een C hadden en toch CE halen en die dat hebben gehaald. Die staan allemaal in mijn Discord server. Dus wil je gewoon wat meer informatie opdoen bij bepaalde mensen van hey, vertel eens, wat is transport nou echt? Want het is meer dan alleen een pallet van A naar B brengen. Ja. Als je daar meer informatie over wil hebben, dan kan je natuurlijk gewoon de Discord joinen. Staat hier een tekst. Als je dat intypt bij Google of Google Chrome, dan word je gelijk naar mijn pagina gebracht. Even een account aanmaken, volledig gratis en dan kan je met iedereen praten. Daarbij heb ik het ook vaker genoemd en ik ga het toch maar nog een keer noemen. Ben jij klaar? Is jouw omgeving klaar dat jij een vrachtwagenchauffeur wordt? Wat zeg je, Jack? Voor uitleggen wat ik zeg. 10 tot 15 uur per dag ga je werken. Dat houdt in, als je 8 uur slaap wil pakken, dat je nog heel weinig tijd hebt voor je sociale leven. Sterker nog, welk sociaal leven? Wij hebben ook een bekend gezegde als chauffeur zijnde. Als iemand tegen je zegt, ik werk 40 uur per week. Dan geven wij als antwoord, oké, wat doe je na woensdag dan? Omdat wij meestal op woensdag al aan onze 40 uur zitten. Dus ja, dat is wel even iets om over na te denken. Als jij een kindje thuis hebt zitten, een vrouw thuis hebt zitten, dan ga jij wel een beetje verdwijnen uit dat beeld. En ik lieg echt niet. Ik heb meerdere relaties kapot zien gaan door dit onderwerp. Dat mensen dus gaan rijden, je bent er nooit, dit en dat. En chauffeurs, als ze eenmaal werken, ja, dan kan je niet meer zo makkelijk eruit. Je kan niet even zeggen, hey, ik wil 4 dagen per week werken. Nee, misschien bij hele grote bedrijven, maar bij normale bedrijven gaat je dat niet lukken. Want het is minimaal 40 uur. Het is niet
maximaal 40 uur. Dus ja, daar moet je goed over nadenken. Daarbij wil ik ook even zeggen dat je mentaal ook heel sterk moet zijn. Je moet toch zo nu en dan gewoon 8 uur in één keer doorrijden. Met een kleine pauze van 3 kwartier ertussendoor. Maar ja, je moet het maar kunnen. En als jij bent iemand die heel snel zo zit, dan gaat dat niet werken. Daarbij wil ik niet zeggen als je dat hebt, dat je dat niet kan afleren. Ik heb dat ook heel veel vroeger gehad, dat ik gewoon een rit van 1,5 uur had of zo. Of 3 uur zelfs. Want ik van, dat het knikkeren en ik moe ben. En dan sla ik mezelf een paar keer, weet je wel. Uiteindelijk kom ik aan bij de klant. Zet ik hem in zijn neutraal handrem. En dan zit ik echt zo, oh, hoe ben ik hier eigenlijk gekomen, weet je wel. Dus ja, maar dat was in mijn beginfase. Het eerste 1,5 jaar, eerste 2 jaar. Sindsdien heb ik het volledig verleerd. Ik heb dat nooit meer echt ervaren. Heel soms als ik echt slecht heb geslapen, 4 uur heb geslapen, dan heb ik het 1 keer. Maar dan geef ik mezelf even 1 goede tets en dan ben ik ook alweer echt bij de les. Want je rijdt nogal wat. Hè? 30.000 kilo, 50.000 kilo. Het zijn nogal gewichten. En daarom moet je ook mentaal sterk zijn dat je dus wel wakker kan blijven. Anders komen de ongelukken. En ja, dat is gewoon niet top. Wat zijn de problemen die je kan ervaren als vrachtwagenchauffeur? Nou, ten eerste in de file staan. Ik sta nu ook in de file. En ja, dit hele video met al het geknippen tussendoor. Ik denk dat ik 2 kilometer verder ben. Dus ja, we staan gewoon goed in de file. En dat gebeurt vaak. En je hebt mensen die je afsnijden en mensen die naar je toeteren als je ja, voor hun iets bijzonders doet. Terwijl ja, je moet gewoon natuurlijk je werkdag voltooien. Ja, en aangezien mensen je niet altijd de ruimte bieden of je gewoon afsnijden in bochten, denken ze dat jij de aso bent. Terwijl hun zelf niet inzien dat ze fout zitten. Dan moet je niet als een agressieveling tekeer gaan. Nee, want ons is geleerd om defensief te rijden. Dat houdt dus in als je dus iemand boos maakt in het verkeer, dat je dat dus gewoon laat gaan. En dat je gewoon denkt van, hey, prima, doe lekker, doe even je dingetje en hoepel weer op. Dat is, hoort ook bij ons vak. Daarbij moet je ook van wachten houden, ja. Want het is, soms wacht je echt lang bij klanten. 6 uur kan voorkomen. Dat is bij mij ook vaker voorgekomen dan 5 keer. Dat is echt wel iets wat vaker voorkomt. Als er 1 keer, in mijn geval, luchtvracht, als douaneformulieren niet goed zijn of T1 documenten, dan mag je niet lossen. Dan sta je ook echt stil en douane is niet snel, kan ik zeggen. Dus dat gezegd te hebben, ja, je moet van wachten houden, je moet tegen files kunnen. En ja, eerlijk gezegd, je moet ook gewoon een beetje tegen domme mensen kunnen. Want je hebt ze er echt wel tussen die gewoon het niet helemaal snappen. Ja, ik kan talloze voorbeelden noemen. Maar ja, weet je, het is bijna meestal niet het waard om het op te noemen. Als voorbeeld eentje dan, dat ik langs de weg geparkeerd sta bij een bedrijf links waar ik moet laden en lossen. En toen kwam er een vrouwtje naar me toe. Ja, dat ding heb je niet zo handig geparkeerd, hè? Nou, dus ik zeg ook, ach, sorry, ik parkeer hem even in die autovak, ja? Ik zeg, dat gaat toch niet, mevrouw? Dat snapt u toch ook wel? Ja, nee, je snapt wel wat ik bedoel. Ik zeg, nee, mevrouw, u snapt wel wat ik bedoel. U weet dat ik gelijk heb. U hoeft me geen gelijk te geven. Ik ben groot, ik kan hem niet kwijt in een autovak. Dus ik moet langs de weg staan. Ja, ik kan het niet beter maken. Nou, dat loopt natuurlijk met zo'n bek weg. Maar ja, dat zijn wel mensen die op je pad tegenkomt. Daarbij moet ik ook zeggen, ik praat natuurlijk over een heel globaal praatje van een PostNL die even een doosje brengt tot tankwagens, tot internationaal transport. Ik noem alles. Dus het kan zijn dat bepaalde dingen die ik noem niet in verhouding staan op andere dingen. Want als jij een vaste rit bij een bedrijf rijdt voor 3 dagen in de week, ja, dan heb je inderdaad geen 40 uur en dan red je het ook. Je moet ook niet heel raar staan te kijken als je zomaar wordt gevraagd van, hey, wil je naar België of Duitsland? Want dat is voor hun redelijk in de buurt. Ja, ik word nou ook weer afgesneden. Ja, het gebeurt zo vaak. Ik kan het haast niet geloven gewoon. Nou ja, defensief, hè. Niet toeteren, niet kleven, geen vingers. Gewoon
laten gaan voor wat het is. Maar ja, het kan dus zomaar zijn dat je inderdaad wordt gevraagd van hey, kan je internationaal rijden? Of een keer een ritje naar Frankrijk of iets verder nog dan dat. En dan laat iemand zijn motor afslaan, de oprit van de snelweg. Het hoort erbij. Dus ja, wat je ook vaak gaat hebben is bijvoorbeeld dat je in het weekend altijd vrij bent en dat je zomaar wordt gebeld. Hey, wil je in het weekend rijden voor ons? Want we hebben een rit. Kijk, als jij inderdaad denkt van, hey, ik heb één ritje. Hoe, 10 uur beginnen tot 4 uur in de middag. Ja, is goed, die rij ik wel. Nou ja, ik kan je zeggen dat je 8 van de 10 keer gewoon wordt gebeld. Oh, we hebben nog even een afhalertje. Kan je die ook even pakken? En dan is natuurlijk jouw taak, het is normaliter je werk, dat je ja zegt. Je kan bijvoorbeeld zeggen, oh nee, ik heb dit of dat, weet je wel. Maar ja, je kan niet elke dag zeggen, nee, ga ik niet doen, zoek het maar uit. Nee, zo werkt dat niet. Je bent chauffeur, dus zo moet je je ook gedragen. Wat ik altijd bijvoorbeeld vroeger tegen mijn loondienstmensen zei, ik ben nogal erg zwart-wit, ik doe alles graag volgens de regels. Dus ik zeg altijd, je mag maar 15 uur per dag inzetten, maar niet langer. Maar dat is de wettelijke maximale werktijd die je mag verrichten. Dat is wat ik zeg. En dat is waar mijn mentaliteit ligt. En ja, het is niet erg als je een luie chauffeur bent en je zegt van, oh, ik wil gewoon eigenlijk een beetje zitten en een beetje rijden. Ik heb helemaal niet heel veel zin om te laden en te lossen. Of via de zijkant of via een kooiaap. Dat is allemaal goed. Dat maakt allemaal niet uit. Hè. Ik ben ook niet een chauffeur die veel in en uit stapt en via de zijkant wil laden en lossen. Vind ik ook gedoe. Dat maakt niet uit. Maar voor een normaal ritje kan je niet zeggen, zoek het uit. Dat hoort niet bij het vak. Als je zo denkt, dan is dit niet het goede vak voor je. Nou, ik denk dat ik even genoeg heb gezegd. Dit is precies wat ik wou zeggen. Als je vragen hebt, je kan de Discord joinen of je kan het hieronder natuurlijk ook aan mij vragen. Heb je meer interesse in dit soort video's? Kijk vooral op mijn afspeellijsten of op mijn kanaal. Daar staan zat talloze video's met meer informatie. We gaan binnenkort recap video's maken. Wat is een recap video? Nou, ik heb sinds kort een nieuwe edit stijl. En dat is met minder gelul er doorheen meer echt het werk filmen. En dus ik ga alle oude video's, dan ga ik het gelul ertussenuit halen. En dan ga ik ze opnieuw uploaden met alleen maar echte tips en wat minder mijn mening over bepaalde dingen. Dus ja, dat gaan we doen. Maar ja, vind je het interessant? Kijk even andere video's van mij. Want ik weet zeker, als jij het vak wil leren, dan ben je hier echt op het goede adres. Zover ik weet, ben ik de enige die in het Nederlands spreekt en uitlegt hoe een vrachtwagen werkt, wat het doet, wat het is, hoe je het bestuurt, de regels die erbij zijn. Ik probeer alles uit te leggen en ik ben ook heel blij met de community die ik probeer op te bouwen. Mijn Discord groep, de mensen in de Discord groep die het ten eerste heel gezellig maken, maar ook daadwerkelijk nieuwelingen helpen met meer informatie te delen waar ik zelfs ook een beetje tekort kom. Omdat ik heb natuurlijk al 3 jaar mijn rijbewijs. Dus ja, qua examens en theorieën en zo is mij een beetje poef, weet je wel. Ik weet wat ik moet doen, maar ik weet niet hoe het gaat. Dus daar kunnen hun jullie heel mooi bij helpen. Ik ben weer net geslaagd voor mijn NIVO. Dus ik heb het dan weer wat meer over mijn NIVO ook. Dat is dus als je eigen rijder wil worden. Wat ik zou afraden als je denkt, oeh, ik doe het voor de leuk erbij. Want dan is het echt niet waard. Dus ja, dat was mijn video. Vond je dit informatief? Laat even een likeje achter. En ben je tot zover gekomen in de video? Echt een topper ben je. Ik wens jullie een fijne dag toe. En ik hoop jullie bij de volgende video te zien. En als je dan toch interesse hebt in meerdere video's, heb je hier 2 video's staan. En die zijn het meest aangeraden voor jou. Sterkte! Woe! Dus je hoeft ook niet heel raar Je moet ook niet heel raar